We gaan praten met Arnold Karskens en Lisbeth Zegveld. En dat doen we naar aanleiding van onderzoek gedaan door Arnold Karskens. Jij bent als journalist een aantal keren naar Argentinië gegaan. Je hebt bewijs gezocht wat aan zou moeten kunnen tonen dat Jorge Zorreguieta ten tijde van het regime van Videla wist van de misdaden die dat regime pleegde. Ja. Jij hebt een eigen stichting? Ja, Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. Heeft ook een website. En het is een particulier initiatief, hè? Dus er staat ook een steunfonds. Tenminste, mensen, een soort crowdfunding. Ik vraag aan mensen om geld te geven zodat ik onderzoek kan doen. Het zou natuurlijk eigenlijk het werk moeten zijn van het Openbaar Ministerie. Maar ja, zolang dat niet gebeurt, doet dat. Nou zal het, neem ik aan, in Argentinië wel veel gebeuren. Hè? Want daar is men wel druk bezig, ja, om alle mensen die op enige wijze dan ook verbonden zijn geweest aan dat regime te onderzoeken en eventueel, ja, voor de rechter te dagen. Ja, ja. Ja, dat zijn er tienduizenden. Juist. Nu heeft Lisbeth Zegveld, dat heeft u aan het begin van ons programma al gezegd, ik ga morgen opnieuw een... Wat is het? Wat gaat u precies doen? Nou, we zullen het feitenmateriaal dat Arnold heeft verzameld licht vervat in een brief aan het Openbaar Ministerie. En we hebben gezegd, ja, deze feiten, daar kunt u niet omheen. Hè? Hier blijkt uit dat er veel meer slachtoffers zijn van het Landbouwministerie zelf. Dus daar waar meneer Zorreguieta de baas was. En wat er ook uit blijkt is een samenwerking tussen het ministerie en het militaire regime. Dus je ziet mensen fysiek verdwijnen, maar je ziet ze ook administratief verdwijnen. Nou, dat is materiaal wat van belang is, met name omdat het Openbaar Ministerie heeft gezegd bij de vorige afwijzing. We vinden het onvoldoende. We vinden het feit dat er slachtoffers binnen het ministerie zijn. Nou, dat betekent nog niet dat meneer Zorreguieta daarmee een verdachte is. En het is ook niet aannemelijk dat nieuw onderzoek of extra onderzoek nieuwe feiten zal opleveren. Maar die brief, dat is een boutuitstelling, ja, uitspraak natuurlijk. Want ja, zolang je er niet aan begint, weet je ook niet wat er gebeurt. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, iemand op dat niveau, ja, het wordt toch wel eens een keer tijd dat daar goed naar gekeken wordt. Maar wat vraagt u specifiek van het Openbaar Ministerie morgen? Zij moeten onderzoek doen. Zij moeten hun verplichtingen uit het verdrag tegen gedwongen verdwijningen moeten serieus nemen. En dus alsnog onderzoek doen. Eventueel in samenwerking met Argentinië, afhankelijk van hoe serieus het onderzoek daar gaat lopen. Die u nu horen zullen denken, laat dat toch gewoon aan de Argentijnen over. Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Het is daar de beste plek, evident. Daar, ja, ligt het, ja, daar ligt primair het bewijsmateriaal. Maar Nederland heeft een eigen plicht, omdat meneer Zorreguieta nou hier eenmaal vaak is. Mm-hmm. En dat hij misschien dat nu... is de reden. De reden dat hij, ja, hier vaak... Ja, het is een aanwezigheid op Nederlands grondgebied wat maakt dat die plicht ontstaat. Ja, maar we hebben ook 9 verklaringen van mensen van Argentijnen. Dus laten we zeggen ex-werknemers of nabestaanden van werknemers van het Landbouwinstituut. Die vragen ook om hulp van het Openbaar Ministerie, omdat ze zelf het idee hebben dat Argentinië nog te weinig doet. En aan jullie vragen ze ook hulp? Ja, nou, ze vragen eigenlijk aan het Openbaar Ministerie. Ze hebben allemaal een brief geschreven met oproep steun van het Nederlands parlement en van het Openbaar Ministerie. Omdat er gewoon, ja, er is... Kijk, er zijn heel veel processen gaande. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld nu over de ESMA en een groot marine detentiecentrum. En ze zijn bang dat ze eigenlijk een beetje in de vergetelheid raken. En nu zijn er wel hele kleine stapjes worden er gezet, zoals laatst bekend werd gemaakt. Maar ja, goed, die gaan nog niet zozeer tegen Zorreguieta. Dat zijn meer de burgerlijke verantwoordelijken van het Landbouwinstituut. Maar laten we het zo hebben over wat jij hebt. Ja. Het gedokter daar in Argentinië. Maar eerst even, want het zou tenslotte ook kunnen dat Zorreguieta de waarheid spreekt, wat hij er tot nu toe zelf over heeft gezegd. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. En Marta Sierra, ook zij werkte bij de landbouworganisatie INTA. No le puedo decir que esta pobre señora, que lamentablemente desapareció el 30 de marzo, no tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo fui designado como subsecretario de Agricultura el día 9 de abril. Goed, duidelijk is dus, hij zegt, ik weet van niks, ik was onderminister van Landbouw. Jij zegt, ik heb nu bewijzen waarmee ik duidelijk kan maken dat hij wel iets wist of in ieder geval iets geweten had moeten hebben. Ja.
Kun je op de Henkel-achtige manier uitleggen, zodat we thuis ook begrijpen? Ja, dit is een van de gevallen. Hè? Hij zegt van, ja, dat komt na mijn tijd. Maar ja, je moet ook niet vergeten, de INTA, dat gaat over een agrarisch technologisch onderzoeksinstituut, waar zij werkzaam voor was. Ja. Dat werd ook deels gerund door mensen van de SRA, de Sociedad Rural Argentina. En hij was daar secretaris van. Mm-hmm. Snap je? Dus er was altijd al een binding tussen de grote grondbezitters, die hij vertegenwoordigt, heeft hij heel lang gedaan. Hij is Jorge Zorrilleta steeds, hè? Ja. En dus hij kan heel erg moeilijk zeggen van, ja, het kwam pas na mijn tijd. En, ook al was het na zijn tijd van aantreden, kun je nog altijd zeggen van, hij moet geweten hebben dat ze op de 30ste maart is verdwenen. Hij kwam dan de 13e april aan de macht. Maar hij heeft hem nog altijd als, laten we zeggen, als werkgever de plicht om te kijken wat er met zijn personeel is gebeurd. En dat heeft hij bij dit geval niet gedaan, maar ook bij mensen die na zijn aantreden zijn ontvoerd en letterlijk gepakt zijn op het Landbouwinstituut. Maar heb je bewijs of zeg je hij had het moeten weten? Nou ja, kijk eens. Hij had het moeten weten. Kijk, het bewijs is dat hij natuurlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid had. Bijvoorbeeld één man, een man die trouwens een Jood, die gearresteerd is ten tijde van Zorrilleta, die is daar gemarteld. Hè, en die kreeg bezoek van de personeelschef. Hè, dus van Zorrilleta, die hem zijn ontslagbrief aanbood. Die moest hij ondertekenen, hè? Zodat die administratief werd verwijderd uit het systeem. Zullen we even naar die man luisteren, want die heeft het ook op film verklaard. Ja. Het is de tweede man in het filmpje wat je nu ziet. Lo que me interesa relatar en particular es que mi padre me contó que las autoridades superiores de INTA Nacional le solicitaron la lista de posibles elementos subversivos que hubiese en la estación experimental. Una vez llevado a la cárcel de San Nicolás, en abril del 76, recibí la visita del jefe de personal de la estación experimental, que me presentó para que tomara conocimiento una comunicación que daba cuenta de mi cesantía del INTA en aplicación de la Ley de Federal de Seguridad. Wat betekent dit dus? Nou ja, dit betekent dat, kijk, Zorrilleta, dat zegt hij van, ik heb van niks geweten van de repressie en dergelijke, dat ging al, was allemaal militair werk en dergelijke. Maar hoe kan hij het dan verklaren dat iemand die thuis wordt gearresteerd, naar een gevangenis wordt gebracht, toch bezoek krijgt van zijn personeelschef en die hem daar dan laat ontslaan? Snap je? Daar moet een koppeling zijn geweest tussen de top van het landbouwministerie, waar hij natuurlijk ondersecretaris was, en de militair. En dat is niet het enige geval. Er zijn verschillende gevallen van mensen die gearresteerd waren en bijvoorbeeld thuis en de volgende ochtend al weer ontslagen. Terwijl niemand had kunnen weten dat die militairen daar thuis zijn geweest. Ja. En verdwijnen is ook, is een fysieke kwestie, maar het is ook, als je iemand echt wil laten verdwijnen, dan haal je hem gewoon uit het systeem. En daar het is waarschijnlijk, en ik moet daar wel aan toevoegen, er ligt geen kant-en-klare zaak. Je kunt niet morgen naar een strafrechter stappen en zeggen van dagvaarding. En het is 1 plus 1 is 2. Maar het moet onderzocht worden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat iemand op dit niveau, Die overduidelijk niet de waarheid vertelt. Want iedereen wist in 1977 in Argentinië dat er mensen verdwenen. Hè. Toen was het gros was al verdwenen. Om dan te zeggen, hè, terwijl je in 1979 nog promoveert van staatssecretaris naar minister, ik wist er tot 1984, hè, want dat is het jaartal dat hij gebruikt, er niks vanaf. Dat maakt hem heel erg ongeloofwaardig. Nou, dat in combinatie met deze verhalen waar je toch rondom landbouw steeds meer naar boven ziet komen. Meer slachtoffers, meer systeem. Lijsten, meteen ontslaan, geen fruitmandje. God, we zien u al 2 weken niet op uw werk. Ja. Wat is er met u aan de hand? Gewoon weg. En dan meldt een nabestaande zich en die zegt, ja, mijn man is weg, mijn moeder is weg, mijn zoon is weg. Gaat u maar eens bewijzen dat die meneer überhaupt heeft bestaan, want wij zien hem helemaal niet op een salarisstrook staan. Die meneer is weg. Dat is het administratieve deel, het civiele deel, wat een militair systeem mogelijk maakt. En dat kan alleen maar bestaan in dit soort grootschalige misdrijven, systemen, als ze samenwerken. En daarom is het ook zo noodzaak om onderzoek te doen. Ja. Bijvoorbeeld wat je die eerste spreker die je net hoorde. Ja. En zijn vader was de directeur van een regionaal INTA-kantoor. En die kreeg van de top van de INTA, hè, dus het bevel om lijsten samen te stellen van mensen die subversief waren. En hij was niet de enige. Al die regionale kantoren kregen die opdracht. Dan kun je mij niet wijsmaken dat de top van de INTA, CQ, landbouw Zorrilleta, daar niet van geweten moet hebben. Dat kan niet een of andere onderschrift hebben geëist. Maar toch, in al die pogingen tot bewijsvoering, is er nog niet iemand geweest, ook niet
ben, die dat tegen jou heeft verteld, heeft gezegd, ik heb van Soriketa gehoord dat, of ik heb Soriketa gezien daar en daar. Het is zeer indirect wat je aanvoelt. Ja, kijk eens. Het is een puzzeltje en al. Nou, ja, is het eigenaar aan command responsibility en aansprakelijkheid op afstand? Nou, dat is de aansprakelijkheid van leidinggevende die toestaat of de mogelijkheden creëert om dit mogelijk te maken. En om dit door te laten gaan. Ja, maar dat daarvoor is noodzakelijk dat je weet dat hij ervan wist. Ja. Hè, want anders kun je moeilijk iets verwijten. En dat hij er iets van wist, dat daarvoor is jullie bewijs zeer indirect. Omdat het nooit direct is gezegd. Nou, hij wist ervan. Kijk eens, dat is natuurlijk gewoon in bij de val van de Gunda is er heel veel vernietigd natuurlijk. Mm-hmm. Dus ze hebben veel sporen uitgewist. Er zijn natuurlijk ook heel veel slachtoffers die zijn nooit teruggekomen. Maar je moet er ook van uitgaan dat hij natuurlijk samen heeft gewerkt met militairen. En er is een soort omerta, een soort wat je bij de maffia ook hebt, een soort zwijgplicht van jullie vertellen niks over mij, ik vertel niks over jullie. Nou ja, en ik vind zelf dat Soriketa door op een gegeven moment nou maar eens een keer te verklaren wat er nou precies is gebeurd met die werknemers, daar houdt hij zijn mond over. He, want ik heb zijn vrouw gebeld en gevraagd of hij iets wilde zeggen. En hij weigert nog steeds een nieuwe verklaring te geven. Hij houdt er bij 2001 dat hij nog niks heeft geweten. Laat hem nu eerst maar eens een keer verklaren wat er nou precies met die werkgevers is gebeurd. En wie verantwoordelijk was, dat je een soort domino effect krijgt als hij iets vertelt. Dat hij kan vertellen welke militairen betrokken waren bij de zin krijgen. Dat het Openbaar Ministerie zegt, oké, deze keer gaan we wel een onderzoek instellen. Zou dat betekenen dat hij gehoord kan worden? Nou ja, maar het is een interessante formulering, hè, want je zegt van dat jullie je zin krijgen. Maar het Openbaar Ministerie heeft gewoon een plicht onder de regels om verdwijningen goed uit te zoeken, omdat het voor slachtoffers zo moeilijk is, omdat ze niks hebben, om zelf dat onderzoek te doen. Maar is Soriketa dan verplicht om je hoeft nooit mee te werken aan je eigen veroordeling. Dus dat maar wordt moet een teleurstellende wel ervaring, als nou, het al zou zijn. Nou, maar het is niet daarvan afhankelijk. Hè. Op een gegeven moment is het zo onaannemelijk dat hij de waarheid vertelt, dat je daar conclusies aan mag verbinden in het recht. Dat is een hele logische manier van werken. Maar er moet wel onderzoek gebeuren. En dat is natuurlijk wat we vragen. We zeggen niet, meneer is verdachte of is schuldig aan. Maar u moet wel uw verantwoordelijkheid nemen, Openbaar Ministerie. En wel graag nu. Ja. Juist. En wij gaan trouwens ook door, hoor. Snap je? Ja. Volgende maand reis ik weer naar Argentinië. Er zijn nog veel sporen die onderzocht moeten worden. Er wordt ook door de journalist Arnold Kaskus onderzoek gedaan. Maar jullie vragen of het Openbaar Ministerie ook onderzoek doet. Neem aan dat de beide politici dit van harte ondersteunen. Het is belangrijk om waarheid boven tafel te krijgen. We weten dat in Argentinië ook onderzoeken lopen. Dus ja, daar spreken wij als politie dan natuurlijk niet over. Als onderzoeken lopen, moeten die hun beloop hebben. Meneer Kroon? Ja, maar ik vind wel dat we heel duidelijk een onderscheid moeten maken tussen de vader en de dochter. Ja. Omdat dat de vader ouder, behoort tot de oudere bedoelte. Nee. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Ik vind het triest dat dit ook af kan stralen op onze toekomstige voorzitter. De dochter staat hier toch ook buiten? Ja. Dat wou ik maar benadrukken. Ja. Heel duidelijk, hoor. Ik bedoel, hij komt naar Nederland en daarom is hij ook onderdeel van mijn stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. En hij zit naast het staatshoofd. Dus daar is alle reden om te zeggen van dat zo'n man met zo'n verleden moet onderzocht worden.